Nou, hier achter mij ligt het VOC-schip en ik kom hier heel vaak langs. En dan denk ik wel eens van hoe vet zou het zijn als ik daar de sixpack-vlag boven in de mast kan hangen. Het is wel een aantal metertjes klimmen, zo'n metertje of 30 denk ik. Maar wel te vet. Nou, vanavond is het zover. Het is nu 11:30. En ik denk dat ik rond een uurtje of 1,45 meter hoog hang in mijn mast. Met deze vlag, zelf gemaakt. De voorbereidingen zijn getroffen. Het is middernacht en ik sta hier met Rick, die kennen we allemaal nog van de klimschool. Bart, de eigenaar van de boot waarmee we naar het schip gaan. En Sven, de tweede klimmer die ons ook gaat helpen. Nou ja, te gek. Ik zeg, we zijn er klaar voor. Trappetje aan de zijkant? Ja. Daar moeten we op. Hoe ligt de boot aan de andere kant? Ja, dat kan, want er staan camera's. Nou ja, dan moeten we dit waarschijnlijk toch gaan proberen. Dus het plan is nu om zeg maar te springen naar die kabel. Ja, dat is wel het mooiste inderdaad. Anders kom je er niet, denk ik. Hey Nicolette, merk je niks? Wat? Waren die masten niet net blauw verlicht? Ja. Toen hij aan was, sprongen die lichten ook uit. Dit is hier ongeveer 6 auto's. Ik zeg weg. Ze staan hier, hè? Ik gooi het touw los en neem hem allemaal in. We staan hier echt 20 politieauto's en een motor en ik moet nu eraf. En vooral Rick, want ik zit nog in de boot. Wacht, ik moet mijn vlag nog ophangen. Hang hem over het bord. Oh. Ik denk dat heel politiebureau Amsterdam is uitgerukt. Ja, jij bent hier de tijd. Hangt hij goed zo? Nee. Fuck it. Ik heb mijn vlag echt heel lullig hier opgehangen. Nog niet eens goed, maar we moeten echt als een gek weg. Ja. Start de boot. Wie start de boot hier? Maar wie start hier dan? Ja, hallo. Ik word zo paranoïde. Die boot die start niet. Slapen, jongen. Heb je in je cel niet genoeg geslapen? Nee, dat gaat niet, jongen. Heb je nog baltochtjes gepland in de nabije toekomst? Nee. En heb je nog plannen voor volgend seizoen? Dat zie ik dan alweer, jongen.